Lieve mensen, als ik deze pot niet win, dan geef ik 20 euro aan FIFA points weg. Even gewoon tussendoor, kan iemand mij vertellen wat Louis Gustavo met zijn fucking haar heeft gedaan? Jezus. Ziet eruit, lieve mensen. Blijf staan. Lieve mensen. Zo, ik heb nog steeds mijn tong. Ik moet wel vertellen, ik heb een vriend namelijk. Ha! Gay! Die is net zo knettergek als ik. Ha! En soms beginnen gewoon random challenges. Als ik dit doe, moet jij dit doen. En dan hadden we iets gevonden dat op de grond lag. Een wierookstaaf, die je aan kan steken. Waar dan wierook uitkomt die op de grond lag al een paar jaar. En een sinaasappel die onder de bank lag. Of nee, een mandarijn. En dit was dan de challenge. En uiteindelijk moest hij dan die mandarijn helemaal in zijn mond doen. En ik moest zeg maar een streep op mijn tong. Ja, het was echt zo vies. Ja, moet je maar kijken. Het slaat helemaal nergens op. Een flinke. Nee, je doet hem dippen toch? Je gaat hem niet. Nee, je gaat hem niet slepen. Je doet hem dippen. Doe even gewoon een soort kruis. Nee, je moet niet. Het is zo vies. Het is nog best lekker ook. Mooi zeg. Oké, dat is één. Dat is één streep. Jij nu! Hij geeft van wat? Ja, ik wil dit echt niet doen. Jawel! Oh, okay, tegen het zitten in haar doen. Ach, mijn kotsen. Maar lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Hartstikke bedankt dat jullie de video hebben aangeklikt, dames en heren. We gaan op bij de 70.000 abonnees in de maand maart. We moeten nog maar 3.000. Het zou tering chill zijn als we het kunnen halen. Dus wil je me daarbij helpen, zou ik heel erg waarderen. Ik ben blij dat ik zo ver ben gekomen eigenlijk. Een paar dingen gaan we er even bijhalen. Ik wil allereerst even zeggen, mijn laatste paar potten in de weekend liggen goed. Omdat, uiteindelijk hebben we dus iets gevonden waardoor we beter gaan spelen. En dat heeft te maken met mijn aangepaste tactiek. Maar buiten dat, we hebben nog een paar dingen. Natuurlijk even lekker koken. Kijk naar uit voor dat jij de pech heen. Die heeft dus een inform gehaald. Dus dat betekent, die gaat sowieso een team op de week komen. En dat hebben we al gezien. Want deze neem ik dinsdag op en deze komt dus vanavond online. Maar volgens mij zou die in principe een team op de week moeten zitten. En ik ga vannuchter een paar pakken Division Rivals spelen. Maar eigenlijk ben ik ook heel, heel erg benieuwd. Ga ik even mijn custom tactics laten zien. Van hoe komt het nou dat ik nu zo goed speel? En ik ga jullie even mijn filosofie laten horen. Mijn filosofie is, dames en heren, hou je vast, lieve man. Druk naar fout tegenstander, want ik merk gewoon dat terugvallen, dat is gewoon helemaal niks voor mij. Een beetje potjes gaan lopen afwachten, uiteindelijk met 2-0 spelen, 1-0 winnen. Het is fucking saai. En het spel is al fucking kut, dus ik wil gewoon een leuk spelletje spelen. Dus een beetje druk erop. Dus druk naar fout tegenstander. We staan ietsje dieper dan normaal, want normaal was terugvallen en dan diepte helemaal niet. En we doen balbezit erbij. Lekker, gewoon een beetje dezelfde bal, zelf het spel maken. En dan maakt het stuk aantrekkelijker. En ik laat nu in de video ook zien een compilatie van... Dat is nou echt een verschil met balbezit en druk en fout tegenstander. Het gaat zoveel makkelijker. Mensen zitten er kort op. En ik ga het laten zien dus in Division Rivals. Ik ga een paar potten voor jullie erbij pakken. Dus probeer het vooral. Het is echt fucking leuk. En uiteindelijk gaat het voor mij werkt gewoon veel erg beter. Natuurlijk met 4-2-3-1. Porno in de spits. Ben jij er op 10 fucking goed? En natuurlijk gaan ze wel iets, worden ze iets makkelijker moe. Maar oké, dan kan je wisselen. We hebben aardige wissels erbij gepakt. Die zal ik voor jullie ook even laten zien. Cristiano Ronaldo op links, best op rechts. En dan weet je allemaal, George, best, neemt je moeder veel te vast, lieve mensen. Hij heeft verspreid. Zoals, sneller dan de pest, lieve mensen. Precies mogen allemaal wel duidelijk zijn, die weten jullie allemaal. We doen gewoon ondersteun, verdediging, we doen niet te gek. Kopte maar. Meestal doe ik de laatste 10 minuten, 15 minuten, doe ik ultra verdedigend. En dan staan we gewoon in dezelfde opstelling. Maar dan staan we dus een beetje terugkomen bij verdediging. Dan staan we dus gewoon met terugvallen. En dan staan we dus wat dieper naar onze 16 toe. Want we willen uiteindelijk geen verlengen hebben natuurlijk. We willen gewoon gelijk winnen. Zie het verband, lieve mensen. Zie het verband. Zie het dan. Kijk eens dan. Kijk eens naar het verband. Doe eens. Waar was ik ook weer? Ja. Dus. Ja. Geen idee. Dus dit waren een beetje mijn aangepaste tactieken. Poggy, die heeft trouwens CAM. Die moet CM zijn. Deal. Coach maar. Yes. Oh, wat chill zeg. Nou, is die ook gelijk op 10 chemistry? Hebben dat gezeik ook gelijk gehad. En kwam er trouwens ook nog achter. Wat ook gewoon een hele goede speler is om te hebben. Lieve mensen. Het is gewoon een hele goede speler. We hebben verdomme ook nog... Team of the Year Neymar voor 8 wedstrijden gaan we natuurlijk even gebruiken. Lieve mensen, moeten we wel gewoon even gebruik van maken. Bills fucking slecht, die mag lekker weg. Oké, lieve mensen, we gaan een potje Division Rivals spelen. Ik ben er godverdomme een partijtje klaar voor. Ik heb er zin in. Gaan we even kijken hoe ver we kunnen komen. We zijn al gekwalificeerd. Vergeet je niet te kwalificeren voor de Weekend League. Anders gaat het dadelijk weer mis. Hoeveel skill points hebben we? Waar de fuck kan je dat zien? We hebben er 24-35. Kunnen we nog wel een beetje opkrikken richting 2500. Gaan we even kijken hoe ver we kunnen komen. Oké, lieve mensen, daar gaan we. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Leuk.
Nu is het al fantastisch. Ik heb er nu al heel veel zin in. Ik wil wel thuis spelen, alsjeblieft. Mag ik thuis spelen? Zo nou. Thuis spelen. Laat mij thuis spelen, lieve mensen. Laat even weten in de comments, dames en heren, welk logo we moeten nemen voor aankomend Weekend League. Welk logo moeten we nemen? Ik zag Hull City voorbij komen, ik zag nog een paar andere. Maar laat het even weten in de comments en waarom. Dat is de belangrijkste. De leukste, die zet ik FC Koeien. Waarom doe ik dat zo? Jij hebt aardig wat de SBC gedaan van de baby icons. Maar daardoor heb je een paar, ook wel een leuk Italiaans elftal trouwens. Nou, lieve mensen, gaan we beginnen. Laat even weten in de comments welk tenue en welk logo. Gaan we beginnen. Lieve mensen, ik heb er zin in. Oh, daar hapert hij weer. Hier heb ik altijd zo'n hekel aan, dat ik tegen Koen ook al. Ja, zie je. En dan kom ik gelijk. Ja, dag. Dit is ongefucking... Rustig, Frank. Hou je koelte, joh. Ben is ook nog niet warm. Ben, focus! Oh, er is overtraining op Ben. Oh, wat schandalig weer, hè, lieve mensen. Goed, pochie. Alles Ben. Naar boven. George Best. Georgie Best, Georgie Best. Hij neemt je moeder veel te vest. Hij verspreidt zo wat sneller dan de pest. Tata. Pochbanen, stop je vinger in masturbatie. Ja, hup, door. Ronnie, ja, ho, ja. Porno door, porno door. Ja, goed. Dat is geen goede bal, porno. Porno is niet zo snel meer, lieve mensen. Het is wel zijn prime icon, maar het is niet zijn babyversie. Doe nou gewoon even rustig. Oh, die schaar! De laatste in de comments. Pavel, stop je vinger in mijn netvet. Ja, weet je, dan dacht ik, ja, vind, ja. Ja. Kijk, hier, die verwachtte die. Oh, jawel. Goed, George. Goed, George. Dit is niet goed, hoor, George. Kom op, hé. Kap is met Ben aanvallen de hele tijd. Goed, Ben. Oh, die Ben is zo goed in nummer 10. Kijk, dit is porno, hè. Kijk, dit is porno. Ja, ik zei het nog. Dit is porno. Hij is echt goed, hoor. 96 verschieten. Ik zweer het, mensen. Jullie, het is natuurlijk trainen met Frank. Is natuurlijk weer super kut dat hij 3 miljoen munten waard is. Denken jullie bij jezelf. Is niet handig. Maar het feit is wel, lieve mensen. Hij is het gewoon meer dan waard. Jullie gaan dat zien in deze video. Jullie gaan overtuigd worden van de kwaliteit van porno, lieve mensen. Jullie gaan het zien. Georgie, kijk uit voor je moeder. Neemt je veel vest. Ho, ja. Ben. Oeh. Ben. Wat is dit voor een zwaartekracht tegen Ben? Dit is een hele dubieuze bal. Dit is niet helemaal hoe ik het voor me zag. Ho, Varanus. Ja, stop je. Ho, ja. Ho, ja. Pochie. Ja, ho. Pochbanus. Stop, baarmoeder. Ho, ja. Goed. Terug naar Pochbanus. Terug naar Delpy. Oh. Delpy is zo goed, lieve mensen. Als je een spits hebt van 96 shooting, niemand doet hem wat. Ook niet de Graafschap met Koeien, lieve mensen. Alle varkens gaan op een rijtje staan en het is verkrachtig geblazen, lieve mensen. Anale seks met al je dieren. Toch niet, lieve mensen. Je bent toch geen voorbeeld voor de jeugd, Frank? Waar ben je nou allemaal aan toen de hele tijd? Gaan ze weer allemaal naroepen? Kan toch niet? Zitten ze met z'n allen op het schoolplein? Anale seks. Met dode dieren. En dan zeggen ze van wie heb je dat? Van Frank. En dan wordt Frank weer opgepakt hoor. Is niet de eerste keer in zijn leven, lieve mens. Del, doe eens wat geks. Ho, Del, ja. Ho, wie is daar? Ja, ho, andere kant. Ja, goed, Del. Oh, dat kan niet hè. Goed, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oh, Sergio, laat hem niet alleen met je moeder, lieve mensen. Ja, oh, wat een aanval. Dan uiteindelijk, Georgie Best. Ho, ja, wat... Ja, maar wat is dat? Dat ik dan probeer te schieten en dat hij dan uiteindelijk... Ik kan dat gewoon... Weer afgerukt worden. Kon je weer afgerukt worden. En we gaan rusten aan de twee, lieve mensen. Ik ben ook weer kapot. Het is ook fijn dat we eindelijk onze positie hebben gevonden. Del is geen nummer 10. Del is iemand die je overal bij moet betrekken. Die moet in de spits staan. Die moet gewoon in de spits. Dit is gewoon heel vervelend. Want Bill kan wel koppen. En dan wil je die bal pakken. Maar als jij echt haast had gehad... Kan je wel die bal pakken. Als je echt haast had, deed je gewoon L1-R1. Een soort van, ik heb haast, ik wil de bal pakken. Het komt niet geloofwaardig over. Heb je dat begrepen, hè? Goed, kijk. Dit is, hier komt het weer, hè, dames en heren. Dit slaat zo ongelooflijk nergens op. Je merkt het al aan alles dat het zo moet zijn. Je merkt gewoon aan alles dat het zo moet zijn. Alles een beetje kielen, kielen, kielen. En dan uiteindelijk een of andere ziek... Zo 91 voor shooting, Maldivieri. Ziek, hoor. Dit is echt Del, echt. Die goos is zo goed, lieve mensen. Koop hem nou gewoon. 3 miljoen is echt een koopje. Au, het is toch niet normaal dat ik zo'n bal erin kan schieten. Kijk dit dan. Oh, het is zo goed. Die man is echt overpowered. Het is niet. Dan mag je wel van me winnen.
Ja, kut, sorry, gelijkspel. Oké, dit was niet de bedoeling, maar oké, GG naar de tegenstander. Maar we gaan het nog even laten zien, want het werkt wel. We hebben een aantal pogingen gezien, maar we moeten even nog eventjes de doorslag hebben. Nog één keer gaan we proberen, nog één keertje. Lieve mensen, daar gaan we weer. We zijn niet te stoppen. Wie is dit? King's Team. Aardig team, maatje. Oh, kut, heb ik mijn spelers wel een selectie-item gegeven? Kut, volgens mij niet. Nee, ja, daar stop ik wel even. FC Grossmeister. Lieve mensen, als ik deze pot niet win, dan geef ik 20 euro aan FIFA points weg. Daarom staat er echt wat op het spel. Maak maar vast klaar voor die PlayStation kaart, lieve mensen. We gaan hem lekker vast verloten. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. Tuurlijk, Del, goed. Ik wil gewoon even laten zien dat het gewoon een hele goede opstelling is. Je kan er heel erg ver mee komen, lieve mensen. Gewoon Del Porto in de spits, maakt niet uit welke kaart. Ben op 10 en dan ben je in principe gewoon gebakken. Ja. Oh, daar gaat hij weer. Ha! Del! Hij is weer lekker. Als vanouds is hij weer, die Del. Het is ongelooflijk. Het is gewoon een goede tegenstander, dit. Maar ja, niemand is opgewassen voor Del. Dat is echt een tering goede actie. Jezus Christus, daar ging ik even keihard borrels in. En ook die steekbal heeft hij in huis. Kijk, dit is dat druk zetten! Dat is dat druk zetten, jongens. Het is zo goed. Je moet. Die Del is zo goed, lieve mensen. Dat is niet normaal. Ik heb gewoon alles gescoord met Del. Ja, toch? Jezus. Mensen, echt. Oh, wat was die 4 miljoen coins? Interesseert me echt niet. Die gozer is zo goed. Mensen denken alleen maar dat het een meme is, lieve mensen. Nee. Hij is gewoon echt heel goed. En dan vervolgens niet opletten en dan gelijk die 3-2 tegenkrijgen. Dat kan allemaal. Meneer Porno. Oh, daar gaat hij weer. Oh, die man is zo goed. Oh mijn god, dit is gewoon een Del Porno show. Jezus. Hoe ben je nog niet overtuigd om deze man te kopen? Mijn god, lieve mensen. Gaat die Ben. Ben is ook keihard, lieve mensen. Het zijn Del en Ben die het doen. En zij krijgen ook allebei nu gewoon een publiekswissel. Del blijft nog even staan. Oh, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Niemand doet hem wat. Niemand doet hem wat. Behalve assistjes geeft hij ook. Ja, ik had hem niet goed getimed, lieve mensen. Gaan we in die hoek staan? Is niet de goede hoek. Jammer. Lieve mensen. Lieve mensen. Hebben jullie nog vragen? Laat het even weten in de comments. Ik reageer er ook overal op. Hartstikke bedankt voor het kijken. Jullie zijn fantastisch. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Rood de 70k. Zou tering chill zijn als dat lukt in de maand maart. Dus help me daar vooral mee. Dat zou ik heel erg waarderen. Morgen komt er weer een nieuwe video met de Weekly Rewards. Willen jullie wat zien? Laat het dan ook even weten in de comments. En zo'n challenge gaan we vaker doen. Als ik die dan verlies, dat ik dan PSN kaarten ga weggeven. Want ik vind ook wel dat jullie wat verdienen. Omdat jullie me zo fucking hard supporten. We gaan even kijken hoeveel Division Rivals punten we uiteindelijk komen. Want uiteindelijk moeten we wel dit door kunnen trekken. Aangezien we de potjes de laatste tijd best wel makkelijk winnen. Lieve mensen, dit is een dag later. Maar ik heb dus achter elkaar gespeeld. 5 potten. En de eerste win ik dus. Tweede win ik. Derde win ik hier dus ook. Vierde gaan we ook gewoon achter elkaar winnen. We verliezen niks, lieve mensen. En de vijfde ook reden dus om deze tactiek uit te proberen. Lieve mensen, nogmaals hartstikke bedankt. Ik ga even strijden nog voor de rang 1. Zullen we leuke rewards hebben morgen. Ik wil jullie hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie maar bij de volgende video. Ciao!